die ik vaak krijg op mijn werk is het gefotoshopt? Nee, het zijn beelden die in één shot gemaakt zijn, dus niet geassembleerd zijn. En dan zie je toch mensen denken van, hoe kan dat nou, omdat het zo complex en gelaagd is. Maar het is gewoon een kwestie van kijken en observeren en soms op een hele plek heel lang blijven staan, zodat alles op zijn plaats valt wat in het kader van het beeld moet communiceren. Het is fictie en non-fictie door elkaar. Soms weet je niet of je in Beijing bent of in Amsterdam bent of in Cairo bent, omdat die eenduidigheid in communicatie zo door elkaar loopt en continu zo'nzelfde beeldtaal wordt gebruikt om ja, de werkelijkheid te perfectioneren. En eigenlijk is het een soort versluiering om de armoede, de ellende, ongeluk niet te laten zien. Beeld is natuurlijk de communicatie bij uitstek. In deze tijd, omdat natuurlijk we heel erg communiceren met beeld. En dat er een galerie is waar ook aandacht wordt besteed aan ontwikkeling van de visie op beeld. Waar je toch de connotatie van het beeld, de semiotiek van het beeld, wat betekent het beeld, dat het kunnen lezen, is natuurlijk toch de toekomst om die slechtgeletterdheid in beeldcultuur, om dat een beetje op te vangen. Dus ik ben erg blij met deze plek en ook dat fotografie een vaste plek krijgt hier.